verdekt. Zullen we daarheen gaan? Zo. Nou, grappig om te ontmoeten. Ja, zeker. Wel spannend. Ja. Heb je dat speeltje mee? Ja? Ja. Want ik denk niet dat dat hoeft. Misschien wel. Misschien wel. Misschien. Zo, als mijn moeder dit wist, dat ik met een vreemd iemand had afgesproken, ze zou een hartaanval krijgen. Ja? Ja, serieus. Zo, waar ga jij met deze jongen naartoe? Meneer de Vries. Ja, je gaat wel in. Nee. Gaat met die jongen ergens naartoe. Nee, wat is de bedoeling daarvan? Meneer de Vries, ik doe niks. Ja, je doet wel wat. Nee, doe ik niet. Je komt hier een jongen van 12 jaar mee de struiken innemen om seksuele handelingen mee te doen. Heb je bewijs? Ja, nou en of hebben wij bewijs. Dat hebben we allemaal opgenomen, ja. Nou, ik kan ergens naartoe met hem. Nee, wat kom je hier dan doen? Mag je lopen of? Nou, je mag hier wel lopen, maar je hebt een afspraak met die jongen om seksuele handelingen te doen. Nee? We hebben alle gesprekken met jou opgenomen. Nou. Je weet dat die jongen 12 jaar is. Weet ik. Hij zegt hier nog op dit pad dat zijn moeder het niet mag weten, dat ze een hartverzakking heeft. Ja, klopt. Maar en jij wil allerlei seksuele handelingen met hem doen. Niet. Je wil hem leren pijpen. Nee, je wil hem niet. Pijpen. Nee, dat wil ik je niet. Hebt speeltjes meegenomen. Dat, ja, nou, en is het verboden? Ja, dat is verboden, ja, met een kind van 12 jaar. Maar wie zegt dat ik het ga gebruiken bij hem? Nou, dat ja, zover laten wij het niet komen. Nee, maar wie zegt dat ik het doe? Nou, dat blijkt uit alles wat je tot nu toe gedaan hebt. We hebben alle gesprekken, telefoongesprekken, MSN-gesprekken, hebben we allemaal vastgelegd. Okay. En het is buitengewoon schunnig wat jij met een kind van 12 jaar doet. Ook al doe je niks, maar zeg je het alleen maar. Is toch niet normaal wat je zo'n kind allemaal voorhoudt? Dat je hem wel een plug in zijn kont wil douwen en zo? Ben je wel helemaal lekker? Ja. Vind je dat normaal met een kind van 12? Maar tussen zeggen en doen is heel groot verschil met mij. Nou, je bent anders heel eind op weg, hoor. Je komt helemaal uit Nieuw-Vennep hier naartoe. Ja. En je loopt met hem hier door een donker pad de struiken in naar de fietsenstalling. Wat wou je daar dan gaan doen? Een sprookjesboek voorlezen? Nee. Nou, wat dan? Tussen doen en zeggen is... Ja, maar wat wou je dan gaan doen? Waarvoor kom je dan hier? Gewoon praten, ja. Ja, gewoon praten. Ja. Over dat soort dingen zeker. Ja. We hebben gezien waar jij over praat. Ja, nou... Ja, wat nou? Besef je niet wat je aan het doen bent met een kind van 12? Het is hartstikke strafbaar wat je doet, weet je dat? En tussen zeggen en doen, ik doe toch nog niks? Nee, dat is omdat ik je nou hier staande hou, maar je was hard op weg naar de fietsenstalling om wel wat te gaan doen. Je zegt nog onderweg dat je die speeltjes bij je hebt. Ja, nou, hij vroeg het toch om? Hij vroeg het toch om. Jij wou het helemaal niet, hij vroeg het om. Jij bent degene die het heeft voorgesteld. Je bent veel te ver gegaan. Je overschrijdt echt alle grenzen met wat jij doet. Dit is strafbaar en het is gewoon... Is dat strafbaar als ik hem ontmoet? Ja, wel met de intentie die jij hebt om dat te gaan doen. Ik heb hem nog niet aangeraakt, punt. Nee, dat moest er nog bij komen dat je hem aan ging raken. Dat zou helemaal fijn geweest zijn, maar niet heus. Zie je zelf niet in hoe krankzinnig het is dat jij met een kind van 12 hier in het pikken donker afspreekt en daar even de fietsenstalling in zal gaan? Zie je dat niet in? Wie zegt dat ik het doe? Ik vraag je wat. Ja? Zie je dat niet in? Dat je dat met een kind van 12 niet kan doen? Nee, ik heb hem nog niet aangeraakt, punt. Nee, nou dat hoeft ook niet om de bak in te draaien. Het feit dat je alleen al met dat kind onderweg was, terwijl je nog hier op dit pad gehoord hebt dat zijn moeder er niets van af weet. Ja, klopt. En hij 12 jaar is, geeft aan dat je helemaal fout zit. Vind je dit nou zelf niet belachelijk wat je doet? Aan de ene kant wel. Nou, waarom doe je het dan? Nee, ik zelf ook niet. Waarom doe je dit soort dingen? Ik heb hem gewoon zelf niet in de hand soms. Ja, maar je hebt het wel eens eerder gedaan, hè? Je hebt ook wel eens een jongen van 13 geneukt, toch? Ja, maar dat wou hij zelf. Dat wou hij zelf? Ja. Maar is ook verboden, is ook strafbaar. Word je daar niet zelf een beetje misselijk van? En jij als grote volwassen kerel, een jongetje van 13 dan... Ja, neukt. Ik zeg het maar gewoon voluit. Ja. Hè? Ja, dat wou hij zelf. Dat wou hij zelf? Ja. En dan doe jij het ook gewoon. Want als zo'n kind dat wil, dan doe je dat als volwassen kerel. Hè? Achteraf kan ik nou over een kop slaan, maar... Ik ga hier de politie bij halen.
Enkele minuten later arriveert de politie. En nadat Peter de agenten heeft ingelicht, wordt John van H. aangehouden en afgevoerd naar het hoofdbureau van politie in Purmerend.